Deze beschouwing die gaat over de klimaatgekte. En dat er toch echt de spuigaten uit gaat lopen. Het wordt maar gekker en gekker. Op Facebook zitten mensen. Dat zijn dan Facebook-vrienden van mij. En die zitten allemaal van die alarmerende dingen erop te zitten. En het is net of ze een wedstrijdje doen met hoe hoog het wel niet gaat worden in het jaar 2100. Nou, voordat ik ga beginnen aan die lekkere beschouwing. Ik heb het een beetje voorbereid, by the way. Ik heb een officiële pagina van het KNMI erbij gehaald. Over de zeespiegel. En eigenlijk is de boodschap is dat er is niks om je zorgen over te maken. Als je kijkt naar zoiets als de zeespiegel. Er is wel iets om je zorgen over te maken als je kijkt naar iemand zoals die Greta Huppeltjepup, zagrijnige kop uit Duitsland. Of waar komt ze vandaan? Ongelooflijk. En dan al die Facebook-vrienden van mij die dat allemaal gaan lopen papegaaien. Nou zeg. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, even kort reclame voor mijn kanaal op YouTube. Kijk allemaal. Nee, ik vind het leuk als je een like doet. Dat vind ik echt leuk, dat waardeer ik. Ik vind het zonder meer leuk dat je kijkt, want dat zie ik. Hè? Ik vind het ook leuk als je daar de tijd voor neemt. Ja, ik maak toch een uitzending van een uur. Dus heb je niet echt een uur de tijd om daarna te luisteren, dan doe dan nou pauze en dan... Ja, of je doet straks pauze en dan luister je straks de rest. Ik weet niet of ik dat ook te zien krijg, maar... Maar ik maak er echt wel een uurtje vol mee, dus... Ja, ik zou het leuk vinden. En leuk als je shared. We langzaam gaan groeien. Ik ben ooit begonnen met 2 subscribers of zo. En nu 62, dus dat is best wel netjes hoor. En dat zonder stupide kattenfilmpjes of zo. Hè? Of iets met het vrouwelijk schoon. Ja, dan heb ik gelijk 1000 abonnees. Filmpjes waarin je hele domme borsten, hele domme dingen ziet doen. Ja, dan gaat iedereen kijken natuurlijk. Heb je die al gezien? Nee, het is in feite heel sober wat ik doe. Hè? Maar ik vind het wel mooi hoor. Ik vind ook mijn foto's van de laatste tijd die erbij zitten. En die maak ik speciaal voor deze uitzendingen. En die maak ik dan hier in de omgeving in Arnhem. Dus ik heb nou dat mooie werk... En nou, als ik dan terugkom, en dan ben ik eens op de fiets. Regelmatig zie ik hele mooie luchten. Als ik naar mijn werk toe fiets, dan zie ik ook wel eens mooie luchten. Maar dan heb ik nog geen zin om te fotograferen, want dat is meestal hartstikke vroeg. En dan nog, dan ben ik echt aan het fietsen naar mijn werk toe. Maar van mijn werk naar huis, ja. Dan zit de dag erop... Nou, ik vind die foto's mooi. Ik heb ook een mooie stijl in ontdekt. Als je het opgevallen is, hè, ik fotografeer de lucht. En er zit altijd een stukje horizon zit erbij. Zo wat, iets van een dak. Of een dakgoot. Of de Eusebiuskerk. Of onze Twin Towers. Wanneer gaan die vliegtuigen er trouwens een keertje in? Waar zijn die Duitsers als je ze nodig hebt? Nee, laat die Twin Towers maar staan.
Je hebt het in New York gezien en dan vlieg je daar van vliegtuig in. En dan gaan ze er gelijk weer niet meer neerzetten. Ja, wat heeft het nou voor zin? Ja. Ik pak even mijn thee erbij en doen jullie dat ook maar. Nee, klimaatgekte. Ik zag een fotootje van die Greta Huppeltjepup naar hoofd. En die keek me toch, ja, hoe je zeggen, haat. Het was gewoon dus geen hate speech, maar een hate look. De straalde haat uit haar ogen. En de mond was ook helemaal vertrokken. Mijn jeugd is kapot gemaakt door jullie. En ik denk, meisje, ik heb helemaal niks gedaan. Ja. Waar heeft die mevrouw het over? Er smelten gletsjers. Nou, en? De ijsberenpopulatie op de Noordpool is toegenomen sinds 2000, huppeltje pup. Ja, nou en? Wat maakt mij dat nou uit? Ik woon daar toch niet? Kijk, als ik nou zou wonen op de Noordpool en heb ik zo lekker op de Noordpool, heb ik dan een iglo. Nou, dat wordt echt heel vervelend, want die ijsberen die komen allemaal mijn koelkast plunderen. Kijk, maar dat staat dan in het lokale Antarctica, dat is de Zuidpool, maar je hebt ook Arctica. Dus het Arcticaanse nieuwsblad, daar staat in. Ja, ook boer Gerritje heeft last van de ijsberentoenames. Ja, maar dat is dan toch het probleem van de mensen die op Antarctica wonen. Of Arctica, sorry. Ja, dat is toch een typisch Noordpools probleem. Wat maakt mij dat uit? En de ijsberen nemen toe. Ja, dat hoor je heel goed dat ik dat zeg. Zo is het namelijk. Het aantal ijsberen neemt toe. En hoe dat dan weer kan, ja, dat weet ik ook niet. Ja, uiteindelijk kan je zeggen, die ijsberen die wippen als konijnen. Ja, ze hebben daar, weet ik veel. Er is een nieuw zeehondenras en in dan die lever van die zeehondjes zit een soort ijsberen-viagra. Waardoor die ijsberen, die eten weer eens een zeehondje op, want dat doen ijsberen. Laten we daar even over eens zijn. Iedereen zegt dat zeehondjes zo zielig zijn. Nou, dan moet je vooral wat doen aan die ijsberenpopulatie die alsmaar toeneemt de laatste jaren. Want die eten zeehondjes op. Maar goed, kennelijk zit dan de laatste tijd in de zeehondjes een soort neukhormoon. Of wat ook kan, door al die EU-maatregelen en het terugdringen van de visvangst op de Noordzee, dat de zeehondenpopulatie aan het stijgen is. Dat zou kunnen. En daardoor heb je meer zeehonden. En heb je die zeehonden, heb je, dat is ijsberenvoer. En doordat je meer ijsberenvoer hebt, krijg je meer ijsberen. Dat zou kunnen. Maar het interesseert me eigenlijk helemaal geen ene biet. En dan zeggen ze dat Groenland, dat is aan het smelten. Dat ijs dan. Ik denk, nou en? Wat maakt mij dat nou uit? Dat zou jou ook niks uit moeten maken. Het enige wat jou iets zou moeten interesseren, het is het gemiddelde weer in Nederland. Nou, daar loopt de gemiddelde Nederlander al over te klagen sinds dat ik in Nederland woon. En ik heb mijn hele leven in Nederland gewoond. Dus het weer is altijd wel wat mee. Er wordt met name ongelooflijk gezeurd in Nederland over de natte zomers. Nou zeg, de zomer is al bijna voorbij. En wat hebben we nou gehad? Alleen maar regen en nog eens regen. Volgend jaar ga ik op vakantie naar Spanje. Ja, de Nederlandse regen, nou ik doe het niet meer hoor. Dat is het enige. En ja, de vorige zomer die we hadden, die was extreem heet. Ja, belachelijk. En deze zomer hebben we een paar hele warme dagen gehad, moet ik zeggen.
Dat is echt, ja, categorie snack heet. En ik heb gewoon gewerkt. En ik deed, ik doe, en ik deed dus toen ook, lichamelijk arbeid. Met emmers sjouwen, stofzuigen ze de trap op en de trap weer af. En met de zwabber van links naar rechts. En wasmachines aanzetten, droogjes laten. Woe, 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 woe. Maar ik ben niet in elkaar gezakt of zo. Ik had nergens last van. Ik vond het wel lekker. Ja, zweten, dat wel. Maar. Drink je kopje koffie extra. Ik zag dan ook, ik zit aan de gehandicaptenzorg en dan zag ik van die schema's liggen waarin de, je hebt het hele lage niveau en ja, dat kan toch niet lezen. Dat kan echt bijna niks. Maar dat ietsje, dat wat iets boven zit, en die hadden van die lijsten, dan moesten ze een kruisje opzetten. Als ze dan, mochten ze, nee, dan moesten ze per dag zoveel glazen water drinken. Ze werd dat in de gaten gehouden dat die mensen genoeg dronken. Omdat ja, het zijn gehandicapte, geestelijk gehandicapte mensen. Mensen met een beperking, zo moet je zeggen. Was dat nou erg? Nee, helemaal niet. Heb ik er mensen over horen klagen? Nee, ik hoor erbij. Iedereen vond het wel best. Ik weet wel, één dag was echt zo heel zomper, zomper, zomper. En toen hadden ze het erover van, er komt onweer. Ik denk, oh, wat lekker. Heerlijk, onweer, yeah. En dan ik kijk of weer online. En ja hoor, ik zag die onweersbuien eraan komen, man. En toen keek ik naar dat traject, want ze kunnen het voorspellen. En dat ging dan aan de westkant van Arnhem voorbij. En ik denk, wat is dit nou weer? Allemaal plekken in Nederland waar ze lekkere onweer hadden, lekkere regendruppels. Ja, en bij helemaal niks. Echt helemaal niks. Jeetje. Maar een paar dagen later was het wel raak. Nou, en ik heb ook wel wat groene grasvelden. Nee, ja, grasvelden die vroeger groen waren, nou, die waren behoorlijk verdroogd. Ja, dat heb ik wel gezien. Maar die zijn inmiddels alweer aangegroeid, hoor. Nu is er niks meer aan de hand. En deze zomer was niet zo extreem warm als de vorige. Dat kan ik je wel vertellen. Vorige zomer was echt extreem heet. Ik weet nog dat ik in mijn bed zat. Ik heb zo'n, ja goed, ik heb zo'n heerlijke werkomgeving. En dan zit ik in mijn bedje, waar heb ik alles. En toen ook nog een asbak en een paar van die grote halve liters bier en zo. En ik voelde me toch warm en zweten. En ik denk, dit is niet normaal. Ik heb te veel gesopen of zo. En toen ging ik naar weer online en toen zag ik dat het 36 graden Celsius was. Dan had ik, oh, is het dat? Maar zo heet was het dus. Hè? Ja, dan gaat het richting de lichaamstemperatuur. Ja, en dan zelfs als je zoveel bier drinkt als ik in die dagen, dan ja. En dan voel je dat wel, hè? En voor de rest? Nou, wij helemaal geen klagen. En dan heb je dat ding van de zeespiegelstijging. En dus even terug naar die temperatuurverhoging. Dat zou ons echt geen ene biet uitmaken. Er is geen watertekort in Nederland. We hoeven niet bang te zijn voor een algemene grote droogte. Echt niet. In Nederland van oudsher heeft eerder een probleem met een teveel aan water. Er komt echt voldoende water in Nederland binnen. En regenen, dat doet het ook echt prima genoeg. Dus daar maak je daar maar geen zorgen over. En dan de temperatuur. Ja, en de temperatuur, by the way, ja, die gaat omhoog. Niet met 15 graden per jaar of zo. Maar over de afgelopen paar honderd... Nee, hij is aan het stijgen. In de 20e eeuw is die sterk aan het stijgen. Dat is opvallend. Maar sterk stijgen, dan heb je het over.
is het dan? Dan heb je het over 1 graad over 100 jaar of zo. Nou, dat is wel lekker voor een land als Nederland. Want ja, ja, wij zitten niet te wachten op die ontzettend koude winters en zo. Huh? Maar wat heb je dan aan? Door een Elfstedentocht is leuk voor het culturele erfgoed. En heb je het ook gelijk mee gehad. Voor de rest heb je alleen maar last van zo'n winter. Ja, het is leuk dat je met je kind kan sleetje rijden. Maar voor de rest heb je alleen maar last van zo'n winter. En je kan ook zeggen van laat Nederland nou maar lekker met rust. En als we zo graag sleetje willen rijden met onze kinderen, dan gaan we wel naar Winterberg. Ja, toch. En Winterberg, even voor die dat niet weten, is een wintersportcentrum vlakbij Nederland. Dus niet zo duur om er naartoe te gaan. Nee, ik vind het wel best dat de temperatuur een beetje stijgt. Geen enkel ding. En het enige wat je dan kan vrezen is een zeespiegelstijging. Maar dan moet je het hebben over een stijging van een paar meter of zo. Ja, dat wordt heel vervelend. Als een zeespiegel met 5 meter stijgt, 7 meter stijgt, dan hebben we echt een probleem. Want daar zijn onze dijken. En onze dijken zijn namelijk niet berekend op precies de hoogte van de zeespiegel. Die zijn overgedimensioneerd, tuurlijk. Net als een kleding voor een kind. Een kind in de groei. Alle kinderen groeien natuurlijk. Nou, je koopt die kleding een beetje ruimer. Of een beetje lang. Je koopt het op de groei. Nou, dat doe je ook met een dijk. En dat de zeespiegel stijgt, net als dat de temperatuur stijgt, dat is bekend. En de temperatuur, het ziet er een beetje maf uit. Dat kan je niet echt goed. Ik heb er wel grafiekjes van gezien hoor, de mondiale temperatuur. Het is in de jaren 90 zit er een soort piek in. Dan gaat hij heel hard omhoog. Is hij weer een paar jaar is hij iets teruggevallen. En aan de afgelopen zomer zijn we heel erg warm. En hoe het nou over 10 jaar zal zijn, want daar gaat het natuurlijk om. Ja, dat weten we niet. En er zonder meer van uitgaan dat het alsmaar ongelooflijk veel warmer gaat worden. Nee, waarom? Want er zijn nogal wat factoren die bepalen wat de mondiale temperatuur wordt. Zoals de hoeveelheid wolken. Het begrip heet albedo, dus de zon straalt en een groot deel van de zonnestraling wordt teruggeketst het universum in. En de mate waarin je terugketst, ja, daarin maak je geen gebruik van de zon. Als energiebron. Je zou zelfs kunnen zeggen, je moet helemaal geen albedo hebben. Dan heb je 100% absorptie van zonlicht. Dat is veel beter. Dus dat nummer van de Rolling Stones, daar moet ik nou altijd aan denken. Van, I see a window and I want to paint it black. Ja, dat wil je eigenlijk, wil je dat met de aarde doen. Dat je die maximale absorptie krijgt van het zonlicht. Want het is doodzonde. De zon schijnt voor ons. Kijk, Venus en Mars en de maan, ja, die hebben niks aan het zonlicht. Maar wij wel. Wij kunnen er wat mee. Zonnecellen, als je die dingen ook bekijkt, die zijn altijd zwart. Hè? Natuurlijk zijn ze zwart.
absorptie. Anyway, bij zo'n absorptieding, zoals het helemaal zwart zou zijn, dan heb je dus een albedo van nul. En heb je heel veel wolkenvorming, dan heb je een albedo van 20% of zo. Of nog meer. En heb je veel, relatief veel wolken in een periode, dan krijg je heel veel zonlicht terug. En dan daalt mondiaal gesproken de temperatuur. En heb je een periode met weinig wolken, dan stijgt de temperatuur weer. Nou, en wat bepaalt hoe ver het wolken? Ja, dat wordt weer bepaald door de hoeveelheid water in de atmosfeer. En dat wordt weer bepaald door de warmte van de atmosfeer. Dus in een warme atmosfeer krijg je meer water. Maar dan moet het ook weer gaan afkoelen. Ja, ze weten niet precies hoe ze dat moeten voorspellen. En dan is het ook nog zo dat de zon, die geeft niet een constante hoeveelheid energie af. Dat varieert. Daar zitten pieken in. Je hebt zoiets en het heet zonnevlekken. Dat zijn uitbarstingen van enorme hittes. Ja. Ze zijn dat aan het meten. En, ze zien dan iets van een 6-jarige cyclus. Eens in de 6 jaar is het weer eens raak. En dan herhaalt zich een patroon. Met stijgen, maar ja, met bergen en dalen. Pieken en dalen. Ja, zo be het. Hè. Ja, we weten daar niet veel van. Nog. Dat is ook helemaal niet erg. En dan die zeespiegelstijging. Dat is een ander verhaal, want dat gaat vrij constant. Wij meten de hoogte van de zeespiegel hier voor de Nederlandse kust sinds het begin van de 20e eeuw. En dat valt vrij eenvoudig te meten natuurlijk. En heb je de invloed van het getij, en dat wordt veroorzaakt door de maan. Dus af en toe heb je vloed. Nou, dan staat het water hoger en dan heb je weer eb en dan staat het water weer lager. En dan, wat je dan moet hebben is het gemiddelde. En die waarde moet je hebben en ja, die kunnen wij heel nauwkeurig bepalen. En dat gaat vanzelf doordat je moet heel erg vaak kijken hoe hoog het water staat. Dat moet je vaak genoeg doen en dat moet je doen op vaste tijdsafstanden. Dus elke dag moet je even kijken. Nou, liefst een paar keer per dag moet je even kijken. En dat op altijd dezelfde tijdstippen. Anders gezegd, je moet niet alleen kijken als er vloed is. Dus je moet ervoor zorgen dat je alles hebt. Dus stel dat je ieder half uur van de dag heb je 48 metingen per dag en dat keer 365. En heb je dan zeg maar 50 metingen per dag en 100 keer 400 metingen per jaar, even voor het gemak. Dan heb je 20.000 metingen per jaar. Is dat goed? 4 keer 5 is 20. En ja, 20.000 per jaar. Dan heb je 20.000 getallen. En die moet je middelen. Dus allemaal bij elkaar optellen en delen door 20.000. Dan heb je de hoogte van de zeespiegel. En dan is het ook nog zo dat als de wind noordwestelijk staat, dan staat de zeespiegel hoger. Dan staat de zee hoger dan als de wind uit het zuidoosten komt. Dan wordt het water de andere kant op geblazen. Dat scheelt ook iets. Maar dan nog, alles bij elkaar opgeteld, heb je, als je het maar elk jaar, en dan elk uur, elk half uur heb je een waarde. Ja, dat was dan vroeger heel veel werk om dat allemaal bij elkaar op te tellen. Maar tegenwoordig doen ze dat met computers natuurlijk. Ja, weten ze dat prima, joh. En zo hebben ze geconstateerd dat de zeespiegel stijgt met 1,7 millimeter per jaar.
Over de periode. Ik heb hier de website van het KNMI heb ik erbij. Dat is www.knmi.nl/kennis-n-datacentrum/uitleg/zeespiegelstijging. Dank je zijn. Maar als je intypt KNMI zeespiegelstijging, dan kom je er ook. En hier staat... Even kijken hoor. Ja, de zeespiegel is in de periode 1901 tot en met 2010, dat is 109 jaar, met 19 centimeter gestegen. Als je dan je rekenmachine erbij pakt, dan heb je 19, ga ik gelijk in millimeters toe, ja, dat is 190 millimeter, gedeeld door 109, dan krijg je het aantal millimeters per jaar. Dat is 1,7. Dat klopt. Dan staat hier ook. Er is geen tempoversnelling geconstateerd in de laatste decennia. Dus in de laatste tientallen jaren is er geen versnelling geconstateerd. Met het zeeniveau. Dus het is niet zo dat het de laatste tijd sneller gaat. Het gaat op een bepaalde... Ja, dan gaat het met die snelheid van 1,7 millimeter per jaar sinds 1901. En dat is het moment waarop we begonnen zijn met meten. Dus toen wij begonnen met meten was het al aan het stijgen. 1,7 millimeter per jaar. Ja. Ja, en nu nog steeds. En... De andere landen hebben ook de zeeniveau in de gaten gehouden. En daar is een wereldwijd gemiddelde van. Een wereldgemiddelde opgesteld. En wat het KNMI heeft gemeten, of hier in Nederland wordt gemeten, dat is precies het wereldgemiddelde. Dus, ja, onze zeespiegel is precies gemiddeld even hoog. Dat is een beetje vreemd, maar ze hebben bepaalde plekken in de oceanen en daar zitten als het ware een soort van kuilen in. Dat is heel raar. Hoe dat nou werkt, snap ik eigenlijk niet helemaal goed. Maar dit is het dus, hè? Nou, en als dus het is de afgelopen tijd met 19 centimeter gestegen over een periode van 109 jaar. Nou, en als je dan terug gaat, pak even die rekenmachine er weer bij. Zijn we nou 1,7 millimeter? Hè? 1,7 en dat doen we dan een keer 80 en dan zit je op 2100. Hè? Het is nu 2019, dus over 80 jaar is het jaar 2100. En dan is het, ten opzichte van nu, is het 14 centimeter gestegen. 14 centimeter. Nou, daar moet je rekening mee houden. Dat zou kunnen. Want je hebt een trend dat de zeespiegel stijgt sinds wij zijn gaan meten. Heel constant met 1,7 millimeter per jaar. Ja, waarom zou die trend plotseling doorbroken worden? Dus waarom zou die zee plotseling ophouden met te stijgen? Nou, is daar natuurlijk wel een reden voor aan te voeren, namelijk dat het smeltwater op is. Want Groenland is aan het smelten en de Kilimanjaro is er ook zo een. Zo'n berg in Afrika of zo staat die. Nou ja, van zo'n berg. En die had altijd een bevroren top. Maar is niet meer. Die is er nog wel, maar die is niet meer zo groot. Dus er is een toename van de hoeveelheid zeewater. Er is ergens een proces bezig. En Groenland is aan het smelten, dat is duidelijk. Maar Groenland is niet zo groot, hè.
En dan zeggen mensen, ja, maar de Zuidpool dan. Er staat hier van het KNMI, hè? De ijskap van de Zuidpool blijft volgens die studies, en dat zijn studies, nou, waar ze het net over hadden. Even kijken. Even kijken hoor. Nou, er wordt denk ik gerefereerd aan onderzoek met computerberekeningen. Denk ik. Maar het is een beetje onduidelijk wat die studies zijn. Maar er staat. De ijskap van de Zuidpool blijft volgens die studies zo koud dat het oppervlak nauwelijks smelt. De hoeveelheid sneeuw op Antarctica zal waarschijnlijk toenemen. Nou, dat is ook opslag van water, hè? In vaste vorm. Wat dus niet, wat als het ware onttrokken wordt aan de oceanen. Hè? Maar de hoeveelheid sneeuw op Antarctica zal waarschijnlijk toenemen. En of de ijskap de komende eeuwen, dus honderden jaren, netto gaat groeien. Ja, hangt af. Nou ja, weten ze niet. Staat hier een rare zin. Hangt af van de snelheid van de afkalving aan de randen. Raar, raar Nederlands. Maar je kan. Dus uit studies wordt. Uit studies blijkt dat de hoeveelheid ijs op de Zuidpool. Het neigt er niet naar dat dat aan het veranderen is. Waarom zou het ook? Ja, waarom zou het? Waarom zou de ijskap op Antarctica aan het veranderen zijn? En als die gaat veranderen, waarom zou dat komen door iets wat de mens veroorzaakt? Want dat wordt dus gesuggereerd. Hè? Er wordt gesuggereerd dat. Daar heb ik hier een ander artikeltje, daar ben ik opgekomen via Facebook. En dat is dan van de Delta-commissaris. En heel officieel Nederlandse overheid website toestand. En daar heb je dan een pagina en daar staat als kopje: hoe zit het met de zeespiegelstijging? Vraagteken. En dan de eerste zin. Volgens de klimaatscenario's uit 2014 van het KNMI kan de zeespiegelstijging in 21 opgelopen tot 100 centimeter. Nou, kan ik nu een hele politiek incorrecte mop maken over het feit dat bij het KNMI kennelijk Marokkaans gesproken wordt? Maar ik weet toch zeker dat kan de zeespiegelstijging in 2100 opgelopen tot 100 centimeter, dat is geen Nederlands. Dus. En dan kan jij zeggen, ja, maar wat maakt het uit? Is dit een typfoutje? Nou, dit houdt in dat deze tekst niet is tegengelezen. De mensen van deze site nemen het publiek niet serieus. Die gaan ervan uit, wel, je ziet niemand op, kwakt er gewoon maar in, joh, maak het uit. Maar dan hebben ze het over 100 centimeter. En wat zei ik nou net? Ik had het over, dat is mijn rekenmachine, ik had het over 14 centimeter. Afgerond op hele centimeters. Als je precies wil weten, is het 13,6. Maar laten we zeggen 14 centimeter. En 100 centimeter, dat is 7 keer zoveel. Dus,
Ja, ik zei net, als je dus een constante trend hebt. En ieder jaar komt er 1,7 millimeter zeespiegel bij. En dat is al 109 jaar aan de hand. En die cijfers die dan bekend tot 2010. Hè? Dus dat weet je. Nou, zo'n trend gaat niet zomaar veranderen. Punt 1. En als hij gaat veranderen, ja, waarom zou die naar boven gaan veranderen? Dat water moet ergens vandaan komen. Kan ook naar beneden toe gaan veranderen. En dan eventjes voorspellen dat die snelheid, dat tempo, met een factor 7 omhoog gaat. Dat is... Ah. Stel, jij fietst naar je werk. Nou, en dan fiets je heel rustig en dan fiets je 40 km per uur. Dat is iets wat ik ongeveer haal. En dan moet je datzelfde stukje af gaan leggen, maar dan niet met 14 km per uur, maar met 100 km per uur. 7 keer zo hard. Ik met 100 km per uur gaan fietsen? Nee, natuurlijk niet. Dat kan ik helemaal niet. Ik kan wel 17 km per uur fietsen, dat wel. Of 14 km per uur, wat zei ik nou? Hè? 40 km per uur, dat kan ik wel halen. 20 km per uur kan ik ook wel halen. Maar ik kan niet even 7 keer zo hard gaan fietsen. Tuurlijk niet. Ook niet als ik mijn best doe. En aangezien we net hebben gelezen dat het KNMI heeft gezegd dat uit volgens die onderzoeken, ja welke onderzoeken weet ik niet, maar die onderzoeken blijkt dat er op Antarctica voorlopig niks gaat veranderen. Dus die stijging, versnelling, tempoversnelling kan niet komen van Antarctica. Want daar is niks aan het veranderen. En toch zetten ze dan hier in de opening. Staat hier dan recente onderzoeken. Weer ook helemaal niet toegelicht welke onderzoeken. Duiden er echter op dat de processen die van invloed zijn op het afsmelten van het landijs op Groenland en Antarctica veel sneller verlopen dan voorheen werd aangenomen. Ja. Maar net heb ik voorgelezen van het KNMI dat ze zeggen, nou, op Antarctica, ja, de hoeveelheid sneeuw gaat waarschijnlijk toenemen en voor de rest verandert er helemaal niks. Ja. En wie moet je nou geloven? Het KNMI of de Delta-commissaris die zich baseert op het KNMI. Nou, dan gaan ze dan nog een heel eind scrollen, toestand tekst en zo. En scenario's, hier eentje dan. Als je een zeespiegelstijging hebt van 65 centimeter. Ja, ik zei net, de verwachting is dat je over, dat je per het jaar 2100, dan ben ik al lang dood, hè? Dan ben ik al 50 jaar dood, minimaal. Dan moet je rekening houden dat de zeespiegel 14 centimeter hoger staat dan nu. Dan staat hier even, als het nou eens 65 centimeter wordt, dan staat hij dan bij een zeespiegelstijging van 65 centimeter, wordt spuien onder vrij verval van het IJsselmeer in de Waddenzee vrijwel onmogelijk. Omdat het niveau van het meerpeil dan ook bij laagtij onder het niveau van de Waddenzee ligt. Ik
ik weet het eigenlijk. Volgens mij stroomt het IJsselmeer toch vol met het water van de IJssel. En het water moet toch ergens naartoe? Maar ja, als je natuurlijk het IJsselmeer op een bepaalde hoogte wil houden, dat is het misschien. Maar 65 centimeter, ja, dat valt niet te verwachten. Je verwachting is 14 centimeter, punt. En dan zeggen ze dan hier ook nog ergens. Even kijken hoor, dat tot met 2050. Ja, tot het KNMI zegt. Dat tot en met 2050 er geen versnelling is in het stijgen van de zeespiegel. Ja, waarmee ze dan zeggen van ja, het blijft dus 1,7 mm per jaar. Tot en met 2050. En vanaf 2050 gaat het dan ineens keihard. Ik denk zo, dat is, ja, dat is makkelijk voorspellen. Want 2050, dat is over 30 jaar. Ja. Nee, daar word je chagrijnig van. Ho, 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 ho. En dan komt dus die grote aap weer uit de mouw. Daar beginnen ze over koolstofdioxide. Staat hier ook, hè? De mate waarin de zeespiegelstijging daarna versneld is. Versneld is vooral afhankelijk van de mate waarin de CO2-uitstoot wereldwijd vermindert. En dan zeggen ze al, we gaan dus minder CO2 uitstoten. Dat is nergens voor nodig wat mij betreft, maar... Nou, ik moet stel, dat ga je doen. Maar de vraag is dan nog, hoezo helpt dat? Ik heb het Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, die heb ik het ook gevraagd. Goh Wim, want die houdt zich ook bezig hè, met dit soort ongelooflijke onzinverhalen. In de zin van ontmaskeren hè? En ontzenuwen. Ik zei, Wim, heb jij nou wel eens een website gevonden, een YouTube-filmpje van iemand of een groep mensen die controleren of het wel zo is dat een atmosfeer met CO2 erin, dat die warmer wordt van dezelfde hoeveelheid zonlicht dan een atmosfeer zonder die extra CO2 erin. Met andere woorden, je neemt twee vaten, dat is het officiële term die je daarvoor moet gebruiken. Maar denk je even in, je mag zelf verzinnen hoe je dat gaat doen, maar wat je zou moeten doen, bijvoorbeeld, is je neemt 6 platen perspex, 50 bij 50 centimeter. Nou, die lijm je tot een kubus. Maak je helemaal luchtdicht. Voordat je dat laatste ding erop plakt, zorg je ervoor dat je aan de binnenkant van die kubus precies in het midden een temperatuursensor hebt. Dat is een ding met twee van die draadjes die eruit komen. En dat je ook een sensor hebt, niet helemaal in het midden, maar zeg maar tussen het midden en de rand, halverwege. Dat is ook wel fijn. En dan nog een sensor die vlak bij de rand zit. Maar niet die sensor die vlak bij de rand zit aan de rand vastplakken, want dan neemt hij de temperatuur van de buitenlucht. Dat moet je niet hebben. Gaat om de lucht. En dat die sensoren niet wieberen, wapperen, want je wil dat binnen die kubus dat het windstil is. Geen turbulentie en toestanden. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom. Nou, en dan komen eruit die kubus, ergens moet je dus een klein gaatje hebben om die 6 draadjes dan naar buiten te leiden. Ja, die 6 draadjes die moet je
in een computersysteempje met zo'n SBC-computertje, zo'n hobbyding, zo'n single board computer, zoals een Raspberry Pi of een Banana Pi of een Arduino of zoiets. Zo'n hobbyding. En die kunnen dan met een, wat is dat? Een ADC-converter. Die kan je allemaal zo kopen. En dan lees je die drie sensoren uit. En dan weet je dus die temperaturen op die drie locaties in die kubus. Nou, je plaatst die kubus gewoon ergens in je tuin. Op een plek waar die lekker in de zon staat. Nou, dan heb je er nog eentje, precies hetzelfde. Erg belangrijk dat die precies hetzelfde is. Alleen in die kubus doe je, voordat je hem dicht doet, of op een andere manier, moet je maar even over nadenken, doe je er een hoeveelheid koolstofdioxide in. En koolstofdioxide kan je makkelijk kopen. Want je hebt voor die mensen die BB guns, heet het, van die balletjespistolen, dan heb je ze. Ja, je hebt verschillende soorten. Je hebt ook met een veer, dan moet je aan een veer trekken, klak, klak, en dan pief. Maar je hebt ze er ook, en dan heb je een CO2-patroon. Nou, er zit dan zoveel CO2 in. En dan moet je daar eens een CO2-patroon in laten leeglopen. Nou, dan heb je zo'n kubus met CO2. En met je rekenmachientje even uitrekenen dan wat het percentage CO2 is in je kubus. Want het mooiste zou zijn dat je een realistische hoeveelheid CO2 in die kubus weet te stoppen. Dus je neemt gewone buitenlucht. En dat heeft momenteel 0,04% CO2 erin. Nou, dan gaan we spelen dat we de CO2-concentratie laten verdubbelen. Dus dat je dan van 0,04 naar 0,08 gaat of 0,1%. Zoiets. Wat natuurlijk erg veel is, want de CO2-concentratie is de afgelopen 100 jaar gestegen met een derde. Van 0,03 naar 0,04. Dus ja, dan mag je ook weer verwachten dat hij de komende 100 jaar weer met een derde stijgt. Dus van 0,04 naar 0,05. Ja. Maar dan kan je dus wat hoger doen. En neem je zo'n CO2-patroon voor een BB-gun, dan loop je het risico dat je in één keer naar veel meer gaat. Dus, maar met je rekenmachientje en eventjes goed kijken hoeveel CO2 er in zo'n patroon zit, en dan kan je er wel uitkomen. Misschien dat je het wel zo simpel kan doen, dat je in die kubus doe je een BB-gun. Ja, die krijg je later wel weer terug als het experiment voorbij is. En dan geen kogeltjes in die BB-gun. Maar dat je dan met een of ander mechanisme, als je helemaal dichtgelijmd is, dat je één keertje de trekker overhaalt en de poef. En dan krijg je zo'n puffje CO2. Wat dan precies genoeg is. Moet je even uitrekenen. Nou, en ook van die drie temperatuursensoren moet je de gegevens loggen. En voor de rest hoef je niks te doen. En na zoveel tijd, ja, even kijken. Nou, als je gaat werken met een Raspberry Pi, die dingen die hebben een Ethernet-connectie. Dus dan doe je zo'n handig kabeltje, zo heet het ook alweer, een UTP-kabeltje gaat erin. Met een IP-adresje. En dan ga je even naar, nou niet naar de harde schijf. En je schrijft het weg op zo'n kaartje, zo'n SD-kaart. Nou, die gegevens van die SD-kaart, die kopieer je naar je echte computer. En die pleur je dan op internet. Dan mag iedereen meekijken. En wat je dan ziet is dat de temperatuur in die twee kubussen, ja, die stijgt als de zon gaat schijnen. Dus 's nachts zijn ze relatief koud en overdag worden ze warmer. En ja, degene met de CO2 erin, ja, die wordt net zoveel warmer als diegene zonder CO2. Je gaat dat verschil niet zien. Echt niet. Dus zou iemand eens moeten doen, dat experiment.
Zo duur is dat niet, hè? Ja, wat ik net schetste, het is meer tijd die je eraan kwijt bent. Als je zo'n Arduino of SBC dingen, zo'n single board computer moet gaan kopen of zo. Maar, you know, stel dat je hobbyisten hebt die... iemand moet even bereid zijn om zo'n ding ter beschikking te stellen. En als het experiment voorbij is, want hoe lang moet je het volhouden? Een maand? Dan is het toch wel duidelijk. Nou, en het enige wat je echt kwijt bent, dat zijn die kosten van die PVC. Of nou, wat zeg ik PVC? Van Perspex. Maar Perspex is niet zo duur. Dat valt reuze mee. Dat kan je kopen bij een gewone bouwhandel, kan je dat bestellen. Dan krijg je het nog op maat ook. Nou, wat zal de kosten? Dat is tientjeswerk. Nou, dan moet je nog kit hebben. Nou, dat is ook tientjeswerk. En die temperatuursensoren, ja, die moet je denk ik specifiek aanschaffen. Ik denk niet dat die duur zijn. Hoor. Misschien €5 per sensor. Ook weer tientjeswerk. Dus met €500 in totaal. Dan heb je je kosten er ruim uit. Dan kan je nog een biertje erbij drinken ook. En voor de rest is het je hobbyën. Je moet het willen doen. En dan ben je er in één keer uit. Dan kan je zeggen van kijk, dat hele CO2 gebeuren, dat slaat helemaal nergens op. Het heeft geen effect. Als het effect heeft, want het zal wel effect hebben. Dat zullen ze wel... Nou, ik denk wel dat ze daarover nagedacht hebben. Dat het CO2-gas, dat meer de infrarood... of ultraviolet, of whatever, absorbeert. Ik geloof het direct. Maar wat levert dat nou op in het grotere geheel? Want je hebt het over een gas wat er maar in zit voor... ja, maximaal 0,1%. Dus, ja... Het is heel weinig hoor, 0,1% namelijk. Daar moet je niet te veel van verwachten. En daarom moet je er gewoon een beetje relaxed nemen. Echt super kalm inzien, man. En ik zou het leuk vinden om dat experiment te doen. Ik heb niet zoveel geld, maar ik kan wel een paar tientjes erin smijten. En ja, in elk geval meedenken. En ik kan de website wel maken om die temperatuursdata op te publiceren. Waarom niet? Een eitje van een cent, een fluitje van een cent. Dat is een eitje. En die idioterie die er nu gaande is, met zo'n Greta, met een verbeten hoofd en het heel boos. En mijn hele jeugd is naar de kloten door jullie. En de Nou, ja, ik... Nou, ik maak me dan zorgen over die Facebook-vrienden van mij... die dat soort uitingen maar even doorkopiëren, sharen naar Facebook. Zonder dat daaronder staat van... wat zijn ze weer idioot bezig? Door een goede Facebook-kennis van mij, Lieneke... die heeft het ook iets over die Greta dan... geshared en daar gelijk een commentaar bij. En haar commentaar was arm kind.
Jij wordt gebruikt voor propaganda. En mijn oom, Hans, Hans Bot, die had ook een hele mooie, een vrij lange reactie had hij gegeven op zo'n klimaatalarmverhalen. Dat is even, ja, eerst was het zure regen, toen zat er een gat in de ozonlaag, toen kregen wij, zou het allemaal veel warmer worden. Nu staan we voor klimaatverandering en hebben we een CO2-gekte. En hij wist er ook nog te herinneren dat toen hij nog op de werkvloer stond, want hij heeft zijn leven lang gewerkt in de bouw en zo. Hij heeft bijvoorbeeld met asbest gewerkt. Ja. Heeft die man longkanker? Nee, hoe kon je erbij? Hij is 81. En gewoon asbest, lopen slijpen, dingen zagen, zeg maar. Hij had ook lopen lassen zonder afzuiging toestanden. Nooit erg last van. Ja, dus er wordt een. En dat is allemaal angstaanjagerij. Dat vindt er plaats. En dat is heel vervelend. Daar moeten wij niet aan meedoen. Dat kost je echt heel veel geld. Door Donald Trump. Heeft ook bij die klimaatakkoorden die dan waren hier in Europa, in Parijs. Hè, heeft Donald Trump gezegd, nou gezellig, nou, ik vond het echt hartstikke lekker eten. En ja, het hotel was ook wel, dat ik zou zeggen, van nou, een goed hotel en zo. Maar nu ga ik weer lekker terug naar Amerika en ga me bezighouden met dingen die hij wel toe doen. Maar die heeft dat klimaatakkoord niet ondertekend. En Zimbabwe ook niet. En Zambia ook niet. Dus wat moeten we er dan mee? Nou, ik hoop dat ik jullie een beetje gerustgesteld heb en dat ik jullie goed bang heb gemaakt voor waar je echt bang voor moet zijn. En dat zijn die mensen die ons angst aanjagen. Die mensen die kunnen niet nadenken. En hebben wel een hele grote mond. En dat is gevaarlijk. Snap je? Nou goed, knoop het in je oren, van achteren en van voren. En ik zeg lekker op zijn hamburgers. Want ik zit 11 meter boven de zeespiegel in Arnhem. En ik zit ook nog op de derde verdieping. Dus bij die 11 meter, ja, tel er maar rustig 6 meter bij op. Dus ik zit 17 meter boven de zeespiegel. Met voorlopig nog droge sokken. Zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.